een sigaretje, een vape of zelfs een jointje. Het is geen positieve trend, maar steeds meer jongeren beginnen hieraan. Veel van hen kennen alleen niet de gevaren daarvan. Een paar studenten van de HAN hebben daarom besloten een podcast te beginnen om jongeren voorlichting te geven op het gebied van drugsgebruik. We zijn dit jaar bezig met een community project. En wat wij dan doen is, dan verdiepen we ons eigenlijk in een maatschappelijk probleem. En daar gaan wij kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden. En wij wilden ons heel erg graag bezighouden met verslavingen onder jongeren. En daar kwamen in ons eerste onderzoek kwamen er verschillende verslavingen uit. Hè. Dus bijvoorbeeld online gokken, vapen kwam daar uit. Maar ook drugsgebruik en dan wiet. Dat vonden we eigenlijk wel een hele interessante om daarop voor te bouwen. Wat de Good Trip is, het staat eigenlijk centraal voor duidelijke, eerlijke en accurate cannabisvoorlichting. Want wij vinden eigenlijk dat dat heel erg ontbreekt bij de jeugd, op scholen. En daar pleiten wij eigenlijk voor. Dus wat wij willen, is wij willen het cannabisgebruik bespreekbaar maken. Vooral in een samenleving waar cannabis eigenlijk steeds meer gelegaliseerd wordt, willen wij ervoor zorgen dat iedereen dus goed op de hoogte is van de voor- en nadelen, zodat ze dus uiteindelijk zelf ook een weloverwogen keuze kunnen maken. Er wordt ook actief gezocht naar interessante gasten voor tijdens de podcast. We hebben tot nu toe 2 keer een gast gehad. En 1 van die gasten hebben we onszelf benaderd. Die hebben gezegd, die zijn ook met een project bezig. Die zeiden, oh leuk, mogen wij een keertje langskomen. De andere gast was iemand van de Piratenpartij. Die hebben wij zelf benaderd. En vanmiddag gaan wij met iemand een podcast opnemen die via het krantenartikel wat ze hebben gezien in de Gelderlander ons hebben benaderd op Instagram met, hey, dit is mijn verhaal. Ik zou het echt leuk vinden om mijn verhaal te mogen komen delen in jullie podcast, waarop wij zeiden, super gaaf, kom langs. Dus het is een beetje een mengelmoes van mensen die wij zelf benaderen en mensen die ons vinden en ons benaderen. Tijdens de podcast worden verschillende onderwerpen binnen het drugsgebruik aangekaart. Een groot voorbeeld daarvan is eigenlijk de verschillende manieren waarop je cannabis kunt consumeren. Je bent waarschijnlijk wel bekend met een jointje, met of zonder tabak. Maar heel veel mensen weten dus eigenlijk niet dat dat best schadelijk voor je is. Bij roken komt natuurlijk teervrij. En ook de wietvapes die je bijvoorbeeld in Duitsland kunt krijgen of bij verschillende coffeeshops, die zijn ook niet onschadelijk. Jasmijn hoopt op meer bewustwording bij de jongeren. Lees je in, weet wat de gevolgen zijn, doe het veilig. Dus ga zeker niet in combinatie met andere verdovende middelen iets doen. Als je het wil doen, is dat volledig aan jou, maak je eigen keuze. Maar zorg er wel voor dat je gewoon weet waar je aan begint en dat je dat ook echt wil. Dus dat het jouw eigen keuze is, niet vanuit groepsdruk. En dat je gewoon zelf een keertje in een fijne sfeer, veilig bij iemand thuis. Laat ook iemand weten dat je misschien zegt, joh, ik ga vanavond een keertje proberen om wiet te gebruiken. Dat iemand ook een oogje in het zeil kan houden. Dus wat je ook doet, doe het veilig. Maar stiekem is natuurlijk het allerbeste om het gewoon niet te doen.